was het op school vandaag? Zoals het altijd gaat. Er zit een mierennest achter het schoolbord. Wat? Er zit een mierennest achter het schoolbord. De meester had niet in de gaten dat ze over zijn boterham kropen. Dat komt natuurlijk doordat mieren heel goed kunnen sluipen. Heb jij wel eens een mier horen sluipen? Nee. Maar... Ik ook niet. Het was zeker moeilijk om dat te leren. Gaat het rekenen nu beter? Niet echt. Het is veel te veel. Volgens de meester hadden de andere kinderen het wel af. Ja, maar ik niet. De klok tikt altijd zo hard op school. Hoe kan ik nou tellen als die klok er doorheen tikt? Ja, je moet ook niet de hele dag op die klok letten. Je moet je op je rekenwerk concentreren. Hoeveel wormen zouden er in die appel wonen? Ja, geen natuurlijk. Tuurlijk wel. Ik vraag me af wat ze daar binnen uitvoeren. Het is vast iets heel groots. We moeten die wormen in de gaten houden. Bode, er wonen echt geen wormen in die appel. Mag ik aan tafel? Moet je wel eerst je kamer opruimen. Alweer? Ja, het is zo'n zootje. Hoe kan je zo nou leven? Ik vind het wel fijn zo. Goedenavond, met het Sint Barbara Internaat voor concentratieproblemen. Hey Bode, wat ben je vroeg op man? Heb je wat te doen vandaag? Ja, ik ga naar het park ontbijten en daarna naar de bibliotheek om aan de scriptie te werken. Ga je nou weer aan je scriptie werken? Het is een scriptie, hè? Geen boek. Ik ga lekker skaten met wat vrienden. Kom anders gezellig mee. Nee, ik hou niet zo van skaten. Wanneer is de laatste keer dat je bent uit geweest? Daar doe ik niet aan. Kom op, ga gewoon mee. Nodig anders wat van je eigen vrienden uit. Nee, ik ga. Geweldige rechten. Wat is zo geweldig aan die rechten? Het is iets voor school. Dat vroeg ik niet. Waarom zijn die rechten zo geweldig? Geen idee. Het is zo'n hip schoolboek. Ik vind het vak wel leuk. Aha. Ik ben zelf meer van de fictieboeken. Weet je wel? Lekker creatief en zo. Wat wil je? Nu,
Mensen kunnen hele werelden creëren. Je kunt jezelf even verliezen in die andere werelden. Je hoeft eigenlijk even niet te denken aan de werkelijkheid. Ja, dat klinkt interessant. Maar hoe werkt dat precies? Wil je nu zeggen dat je nog nooit een boek hebt gelezen? Nou, ik heb nog nooit meegemaakt dat ik in een andere wereld terechtkom door een boek. Wat? Niks, laat maar. Zeg, ik was eigenlijk aan het wandelen naar de haven en ik moet weer verder. Wil je misschien meelopen? Nee, ik moet aan mijn scriptie werken, sorry. Weet je het zeker? Je weet wat ze zeggen over zitten. Het is het nieuwe roken. Ja, ik had echt al plannen, sorry. Ben je altijd zo makkelijk over te halen? Nee, ik geloof hem niet. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik je moet noemen. Wat? Je naam knurft. Oh, zo. Ik heet Bode. Ah, cool. Ik heet Reva. Zeg, hoe zit dat nou met die verhalen? Nou, als je een verhaal verzint, kun je alles doen wat je wilt. Je creëert je eigen wereld. Fascinerend. Ja, hè? Daarom vind ik het ook zo leuk. Wacht, schrijf je zelf ook verhalen? Ja. Cool. Wat voor opleiding heb je daarvoor gedaan? Wat? Je hebt helemaal geen opleiding nodig om te schrijven, Siffy. Je moet gewoon doen. Wauw. Wacht, dat wist je niet? Wat had je dan verwacht? Dat er een school is waar ze jou kunnen leren creatief te zijn? Nee, maar... Wat dacht je dan? Ik weet het niet. Ik heb er nooit echt over nagedacht. Denk je dat ik zou kunnen schrijven? Tuurlijk, iedereen kan schrijven. Je moet het alleen een keer proberen. Interessant. Ik zou willen zeggen dat ik geen bezoek had verwacht, maar dat zou niet helemaal waar zijn. Dus, hoe gaat het ermee? Heb je al geprobeerd wat te schrijven? Nee, ik had geen tijd. Ik heb mijn scriptie afgemaakt gisteren. Ja, bijna af. Dat is mooi zo. Dan heb je nu meer dan genoeg tijd om lekker te schrijven. Als je dat wil natuurlijk. Ja, natuurlijk.
Is het niet afleidend voor je hier? Hoe bedoel je? Nou, je hebt overal spullen rondslingeren. De muziek staat aan. Zo kan je toch niet concentreren? Tuurlijk wel, joh. Het is juist prettig zo. De omgeving werkt juist heel inspirerend voor me. Ik vind het wel fijn zo. If I was a planet of my own, where would I land? Where would I land? Where would I land? Where would I drift away, drift away? Drift away for a little while. Together we are liquid crystal. Like your friends, but love you.